Ja, hij werd boos toen ik het zei. Hij zei, je bent een kind gehad. Je moet je voorstellen, met de shit die ik deed. Ik kon gewoon kiezen om het nog 2 jaar vol te houden. Dat zou ik nooit meer verwerken. Ik heb sowieso die eerste date met haar €20 geleend van haar. Oh, voor gas in de tank gewoon. Ik was Kaolo's keer. Oké, dus eerst ben je Kaolo down en ga je slecht. En nu in één keer ben je Kaolo blij aan het doen en... Wat lulde je nou? Ik vind Surinaams eten lekker. Ik vind Suriname master. Ik voel me heel erg verbonden met de cultuur. En eigenlijk ben ik ook gewoon zo. Ja. Maar ja, ik vind Andreas ook master. En op de camping in Putten chill ik hem ook dood tussen de tata's, weet je wel. Ja. Mijn vrouw bevallen was van november. Toen kreeg zij zo'n depressie, zo'n zwangerschapsdepressie. En dat is gewoon pittig. Dat gebeurt best vaak. Volgens mij 1 op de 3 vrouwen krijgt dat. Hoeveel guys hebben hier meegemaakt tijdens een show dat ze optraden dat iemand 50k gewoon zo in de lucht gooit? Snap je? Randolieks podcast. Real talk. What up, it's your boy Fernando, a.k.a. Mr. Nandolix, met een gloednieuwe Real Talk. Vandaag die Real Talk met Busy, my brother. Welcome, dope man. Ja, toch? We go way, way back. We gaan way, way back, ja, man. Maar ik ben sowieso freaking trots op je. Thanks, bro. Denk, ik hoop op jou, man. Ja, toch? Je maakt mooie dingen mee, doet toffe dingen. Maar laten we eerst beginnen met iets nieuws wat we gaan introduceren. Speciale items die iets voor jou betekenen. Yeah. What are we looking at, man? Ik ben best wel open geweest al. Dus er zijn niet per se nu dat hier voorwerpen staan waar ik het nog nooit... Wat heel erg soort van surprise voor mensen zou zijn. Maar wat voor mij gewoon heel belangrijk is mijn gezin. Dus mijn zoontje, ja. Mijn vrouw. Ik weet niet of je dit goed kan zien. Dit is een foto van de dag dat ik ben getrouwd met mijn vrouw René. Ja. En... ja, dat was al zeg maar een punt voor mij dat soort van iets in mijn hoofd veranderde, toch? Van je zorgt niet alleen maar voor jezelf meer of zo. Maar je hebt nu gewoon ook echt een verantwoordelijkheid. Ik vind als man, als je een vrouw je achternaam geeft, misschien is het heel ouderwets, maar dan ben je gewoon verantwoordelijk. Ook al, hè, tegenwoordig, vrouwen hebben natuurlijk gewoon superveel ambitie en goede banen en shit. Maar in mij zit dat gewoon van, oké, nu is het niet alleen maar me, weet je wel? Ja. En waarom was zij de ideale vrouw om mee te trouwen? Ja, omdat daarvoor heb ik gewoon nooit mezelf echt helemaal kunnen gedragen. En had ik ook wel, weet je wel, misschien is het lullig om te horen voor mijn exen, maar ik kon het nooit langer dan 3-4 dagen volhouden. Dan moest ik echt weer met mijn boys hangen, weet je wel. Ja. En ik merkte met René, mijn wifey, van joh, met haar wil ik gewoon echt chillen, weet je wel. Ja. Gewoon, ik vind het wel cool. Het maakt me niet zo echt veel uit of het zeg maar 6 dagen achter elkaar zijn of 1 dag. Het is altijd master, weet je wel. En tegen haar zei ik ook al echt snel van, kom gewoon bij mij wonen, man. Kom gewoon bij mij chillen. Want zij kwam uit Eindhoven en ik woon hier in Amersfoort. En ik had gewoon echt zo'n bachelor pad hier in de city. Was echt gewoon een... Was je niet bang om de afstand van te nemen? Want op een gegeven moment... Ja, dat is eng, toch? Ja. Maar bij haar was het dus zeg maar niet zo eng. Want ik vroeg haar eigenlijk best snel van, hier, pak mijn sleutel, kom gewoon hier wonen, weet je wel. Ik wil gewoon dat je hier vaak kan zijn. Was je ook toe om te settelen? Toe aan die settle-vibes van... Ja, ik had wel... Ik heb wel in de eerste periode... Wij zijn ook niet gelijk heel serieus gegaan, zeg maar. Ja, het heb ik wel wat wilde haren moeten verliezen, zeg maar. Maar eigenlijk toen ik echt de stap nam van... Ja, dit is real. En dat ik ook inderdaad soort van andere meiden... waar ik dan nog contact mee had hier en daar... echt zei van, ja, nee, laat maar, weet je wel. Of gewoon niet meer reageren, weet je wel. Ja. Ja, toen dacht ik in mijn eigen hoofd van... Hey, ik... I'm changing, man. Ja. Shit. Lijkt me zo bizar. Ik had het ook eerst op een gegeven moment... toen ik ging samenwonen toen de tijd. Toen op een gegeven moment dan probeer je afstand te nemen... van jouw leeftijd. Maar dan ga je naar je telefoon kijken van... Hoe ga je dit brengen? Hoe dan, weet je wel. Maar het is zakelijk kaolo-dom om van nummers telkens te verwisselen. Ja. Maar ja, je moet wel mensen gaan blokkeren en shit. Ja. En gewoon eerlijk zijn. Maar dat is ook moeilijk. Of gewoon eerlijk zijn, ja. Gelukkig waren bij mij was iedereen gewoon redelijk sportief about that. Dus, je had geen stalkers of zo? Ik had geen stalkers, nee, man. Nee. Gewoon aan de deur komen hangen en shit. Maar weet je, dan op een gegeven moment... Dan ontmoet je haar? Ik ken nog de eerste ontmoeting, zeg maar, herinneren nog? Ja, bro, ik kan die eerste ontmoeting zeker nog herinneren. Dat was best wel... Daarom, wij waren de eerste 3 maanden, 4 maanden, misschien nog wel langer... niet serieus met elkaar, weet je wel. Dus de eerste keer dat ik haar ontmoette was... Ik was vroeger MC op feesten. Ja. Dit was nog voor Yellow Claw eigenlijk. Net voor Yellow Claw. Ja. En toen was ik op een festival en zij wist ook niet de fuck wie ik was. Niemand wist toen wie ik was, echt, zeg maar.
alleen mensen die echt veel uitgingen. Maar zij kwam net uit de relatie eigenlijk. Ja. Dus zij was niet veel uit geweest. Het was een beetje een relatie waarin ze niet veel uitging, zeg maar. Dus zij wist echt oprecht niet wie ik was. Maar ik zag haar al lopen daarvoor dat ik moest gaan MC'en, zeg maar. En het zat ik altijd te kijken. Het zei ik altijd tegen Pauwens van, yo, check haar, weet je wel. Maar gewoon meer in gewoon hoe je vroeger als hyena zo op het festival liep, weet je wel. Check haar, want ik loer haar. Ja. Ja, ik zei gewoon dips, weet je wel. Maar nee, we zaten gewoon te checken, toch. Er zat wel een swag en shit. En toen moest ik in een tent, dat was van Electrocute. Ja. S.O. Meerwijs, guy, feestorganisator uit Eindhoven uit die tijd. En die had daar een tent en die had mij gewoon geboekt om te MC'en. En die tent was koulo leeg. Het was op Seventh Sunday. Ik weet niet of mensen dat kennen. Een festival in Erp, volgens mij. Bij Den Bosch in de buurt. En die tent was gewoon leeg. Maar het was wel de hardste muziek op dat festival. Ja. Alles was fucking commercieel mainstream. En daar was electro, dus zeg maar kroekers en shit. Ja. En dat was wel een stijltje toen, toch? Ja. Ik bedoel, en zij liep daar rond en toen dacht jij... Ja. Dit. Zij waren daar met een groepje, ook gewoon guys. Waren gewoon een hele possie waren ze eigenlijk daar. En ze gingen ook gek turn-up en shit. Ja. Van het fucking master. Ja. Dus toen zei ik wel tegen haar van... toen wijste ik zo van, kom even naar de zijkant. En toen zei ik van, als ik klaar ben, dan wil ik nog wel even chillen, weet je wel. Zei ze van, hoe laat ben je klaar? En ik zei, ja, 7 uur of zo. Ik weet niet hoe laat het precies is. En toen zei ze tegen mij van, is goed, ik kom zo wel even lang. Dat is gewoon je openingszin. Als ik klaar ben, wil ik zo... Ja. Dat was eigenlijk wel mijn openingszin, ja. Ik had ook niet veel tijd, toch? Ik moest soort van wel voor die mensen die er nog in die tent waren... een beetje op het podium staan. Ja. En ze kwam terug, man. Ze was er gewoon toen ik klaar was. Ja. Dus toen ik even met haar gechilled... en ik moest eigenlijk door naar een andere gig. En toen heb ik eigenlijk gewoon vanaf daar een nummer gepakt... en hebben we een beetje contact gehouden. Maar... eigenlijk was het in het begin, ik checkte alleen maar 's nachts en shit. Je weet toch, booty call, rijden. Ja, ja. En ik zei ook echt in de eerste keer... ik heb sowieso de eerste date met haar €20 geleend van haar. Oh, voor gas in de tank gewoon. Ik was koulo's keer. En Maar je ging met haar op date, toen zei je, luister, ik heb €20 nodig voor die gas. Ja, ik zei het later tegen haar. Maar ik had haar ook daarvoor al gezegd. Want we hadden best wel snel gewoon, je weet toch, we gingen best wel snel gewoon, we klikten wel, physically. Ja. Dus we gingen best wel snel, jumpten we hoe zeg je dat netjes, in die vibe, zeg maar. Alleen, ik moest wel aan het eind zeggen van, ja, ik kan je wel daarheen brengen, maar ik heb echt even geld nodig in mijn tanker, joh. En zij dacht ook gewoon van, deze nigger is gewoon about the bullshit. Ik zei ook tegen haar letterlijk van, je moet niet verliefd op mij worden. Ik ben nog niet over mijn ex heen, dit, dat. Maar zij was ook op dat punt, toch? Wat ik zei van, zij had daarvoor net een relatie gehad. Ze dacht gewoon van, oké, fuck it. Weet toch? Ja. Je had elkaar gewoon als scharrel. En ik was wel die close die gelijk zei van, kijk, van mij moet je niks verwachten. Maar als jij met andere niggers gaat, dan chill ik gewoon niet meer met je, toch? Gewoon een hypocriete stijl. Hypocriete stijl is gewoon... Ja. Dat sowieso. Ja. Nee, maar ik had wel echt inderdaad 4-5 maanden daarna. En daarvoor al in die periode merkte ik al van... ik scot andere chicks, toch? Ik ben helemaal niet meer echt op die shit eigenlijk. Ja. Dus toen merkte ik wel van, ik vond het echt dope. En toen had ik eigenlijk gewoon een keer... een soort van fitty met haar, ruzie met haar. Over het feit dat zij... ik had met haar afgesproken in Eindhoven, daar kwam zij vandaan. En er waren twee danseressen die ik kende van feestjes, zeg maar. Ja. En die kwamen gewoon met een paar homies van mij ook in één keer daar. En die kwamen mee met die gang. Terwijl zij was daar ook. Maar ik weet niet, zij voelde die vibe niet dat die twee chicks daar kwamen, zeg maar. Dus zij was ineens weggegaan. En toen bleek dat ze ergens was waar dan weer haar ex hing, zeg maar. Ja. Dus toen was ik was mad geworden. Toch? Ik zei, what the fuck, wat denk je nou? Je hangt toch met mij nu? Ik bedoel, waarom ga je de fuck daarheen? En wat praat je? Want ze zei het ook heel eerlijk tegen mij, toch? Ze zei van, oh ja, ik dacht dat je gewoon mijn scotte, toch? Er waren toch twee andere chicks, dit, dat. En toen wist ik ook niet precies waar zij was. Dus toen was ik best wel een beetje emotional geworden, zeg maar. En toen eenmaal zij naar mij toe kwam, toch? Toen ging ik met haar... En toen zei ik van... Ja, maar waarom ga je nou... wat denk je nou? Ik zeg van, ik hou van jou. En toen schrok ik gewoon. Ik zeg, wat? Maar toen dacht ik gewoon van... Ja, ik zeg het wel, weet je wel. Ik meen het wel. Ja. Weet je, ik ben niet echt iemand van... ik ben wel gewoon real. Ik zeg eerder te veel dan dat ik shit goed kan verzwijgen. Ja. Of dat ik lieg of zo, snap je wat ik bedoel? Dus ik vloepte dat er gewoon uit. En ik wist gewoon van, wat? Toen besefte je. Dus toen heb ik haar echt old-fashioned gewoon verkeer in gevraagd. Toen zei ik gewoon van, ja, nee, maar ik wil gewoon niet dat jij twijfelt... van dat je nog ergens anders in het veld zou moeten zijn. Ja. Ik wil gewoon dat je mijn vrouw bent. Oh, wauw. Ja, man.
Niet een huwelijk hoor, maar gewoon een verkering. Dat kwam later, zeg maar, op een gegeven moment. Maar op een gegeven moment dan komt er een kind, een bijzonder kind, die komt gewoon. En dan kun je zeg maar die switch nog herinneren van hoe dat werd, van geen vader zijn naar vader zijn. Wat, bro, ik kan het precies vertellen. Ik kan het echt precies vertellen, want oké, luister. Ik was in een tour in Australië. Supersonic Festival was daar. Best wel hard festival. Drake stond daar. 2 Chainz stond daar. Was echt harde shit. Die Antwoord, ik weet niet of je hem kent. Ja, die van Zuid-Afrika. Ja, man. Ik vind hem mad hard. En fucking vette tour. 2 weken lang, weet je wel. Maar net daarvoor was ik dus... waren we begonnen met stoppen van de pil. En van, hey, maybe als er een kindje komt, weet je toch. Ja. Dus ik land en in één keer zie ik mijn telefoon. Yo, check me nu. Maar ja, ik ben nog wel gewoon in mijn achterhoofd zit ik nog met die hyena-gedachten af en toe. Dus je weet toch, van vroeger was dat, betekende dat gewoon van shit, ik ben geget, toch? Ja. Jij dacht dat was die call. Dus ik dacht van, what the fuck? Maar ja, ik kon ook niks bedenken, toch? Want ik dacht van, oh, dus ik bel op. Ze zei, ja, ik ben zwanger. Dus ik dacht gewoon gelijk, ik dacht niet van, wow, ze is zwanger. Ik dacht gelijk van, oké, chill, there's nothing wrong. En ik was gelijk koulo blij. En ik zat tegenover zo'n steward, zo'n, toch iets wat vrouwelijke man-achtige steward. Ja. En ik zei, yo, I'm about to be a daddy, man. Hij zei, oh, congratulations. Gruwelijk. Ja, dat is koud een weirde situatie. Maar, nou ja, wifey helemaal in paniek natuurlijk. Ik was nog echt een week onderweg op tour, zeg maar. Ja. Dus ik merkte ineens, wij gingen voor Yellow Claw, zeg maar, filmen voor aftermovies en zo altijd. Dus we gingen naar National Park in Perth, laat het Perth zijn. Ergens in Australië. Ja. Ik ben in Perth geweest, dus het zou daar wel zijn geweest. Ja. Alles watervallen en shit. En ik ben die guy, ik ren blind van een waterval af. Ik doe een, weet ik veel, backflip of zo. Een bommetje erachteraan, toch? Ja. En ik sta bovenop die motherfucker en de camera's staan klaar. En ik denk ineens van, ik durf niet gewoon. En toen in één keer dacht ik van, fuck, dit is gewoon de eerste keer... dat ik denk van... er kan niks met mij gebeuren. Ik moet nu gewoon er zijn. Ik word vader gewoon. Je weet toch? Dit is gewoon een soul, a piece of me, die gewoon die niet zonder mij nu kan. Ja. Weet je, een keer niets is daddy, toch? Ja. In de situatie dat je er ook echt zelf nog bent, zeg maar. Ja. Dus ineens was ik bang, gewoon. Ja. Ik heb nooit die shit gehad. Ja. Ik ben echt een gekke guy. Ik was altijd de guy die vooraan stond bij alle dingen. Ja. Van skaten tot met vechten tot met domme shit doen, zeg maar. Weet je toch? Ja. Ik was altijd die guy die van, oh ja, check Leo maar. Ja. Als hij het doet, dan dat is wel goed. Wel. Ja. Snap je? En ik durfde het niet, man. Ik dacht gewoon ineens na. Van, wat zou hierna kunnen gebeuren als fout ging? Ik zag het gewoon gebeuren, weet je wel. Ik kan me ook nog herinneren, zeg maar, toen ik zelf vader werd. Toen ik hem voor het eerst, mijn zoontje voor het eerst vasthield. Kerel, ik werd soft. Kwam gewoon tranen. Brada. Ik zeg je eerlijk, toen mijn zoontje, zeg maar... op een vrouw de buik al lag, weet je toch? Hij komt eruit en ze legt hem neer. Ik had dat toen al... Ik was gewoon aan het lachen en aan het huilen tegelijk, bro. Ja. Als ik er nu over nadenk, is het zelfs gewoon dat je het voelt op dat moment. Ja. Het is fucking weird, man. Ja. Je bent gewoon zo intens, soort van... instinctief gelukkig gewoon. Van, basically zijn we... We hebben het al onszelf heel moeilijk gemaakt... omdat we gewoon hebzuchtig zijn, toch? Maar basically is gewoon... wat dieren ook doen, is gewoon voortplanten. Ja. Zorgen dat die persoon die je op aarde hebt gezet... gewoon een goed persoon wordt. Of goed wordt in, weet ik veel, for that matter... jagen op prooi, weet je toch, bij dieren. Ja. That's it. Dus the biggest accomplishment in life... vanuit within, gewoon vanuit echt je ziel... Ja. Is gewoon je legacy voortzetten, toch? Ja. Dus dat gevoel dat je gewoon lacht en huilt... en soort van je vrouw is in één keer... Kijk, voor mij, ik ben samen met de moeder van mijn kind... en zij veranderde echt van een meisje in een queen gewoon. In gewoon, ja, ik weet niet, zo'n andere manier van uit haar ogen kijken. Gewoon zo veel rust in één keer had ze, weet je wel. En wij hadden een hele zware periode de eerste tijd dat die kleine er was. En toch heeft ze het gewoon... Nou, alles wat er zeg maar in die periode gebeurd is zware periode dat je aan het reizen was? Nou, het ding is dat zeg maar toen mijn vrouw bevallen was van november... toen kreeg zij zo'n depressie, zo'n zwangerschapdepressie. En dat is gewoon pittig. Dat gebeurt best vaak. Volgens mij 1 op de 3 vrouwen krijgt dat. Maar ja, normaal ben je bij elkaar en dan kan je elkaar steunen. Ja. Maar ik was zeg maar op tour. Ja. De hele tijd.
hebben zeg maar zelfs omdat wij gewoon zo'n kleine gap hadden in het niet toeren. Ja, je hebt toch te maken met twee andere jongens die ook een inkomen halen uit de shows. Weet je wel? Dus je kon ook maar zo lang. Plus, ik kon nooit niet met een show mee. Ik was de front guy, zeg maar, de guy met de mic. Dus die periode die we hadden gewoon een tijdje van, oh, hij is er nog steeds niet. Hadden wij gewoon met de voetvrouw ook gewoon besproken van, laten we hem opwekken. En de dag voordat we hem zouden gaan opwekken, is hij gelukkig gekomen. Maar dat brengt allemaal gewoon veel stress met zich mee. Dus mijn vrouw heeft gewoon een hele andere soort van zwangerschap gehad als veel vrouwen die gewoon, weet je wel. Ja. Het was voor ons eigenlijk gewoon de hele tijd van, ik was me gewoon op tour zorgen aan het maken. Zij van, hoe ga ik dit doen? En mijn zus bijvoorbeeld, die is na 5 jaar pas zwanger geraakt. Dus ik dacht wel van, zij is mijn zus, snap je? Het zou zomaar moeilijk kunnen gaan. Ja. Ja, mijn vrouw is geen 1 keer ongesteld geworden nadat ze is gestopt met de pil. Ik had gewoon gelijk die wow, you got busy. Ik kan gewoon gelijk met die snap je? Dus we hadden helemaal geen tijd om ouders te worden. Ja. In ons hoofd. Ja. En, het ging een beetje te snel voor haar. Het ging voor haar zo te snel. En het ging eigenlijk voor mij ook gewoon echt veel te snel. En dat maakte de eerste 3 maanden, de eerste 4 maanden echt heel zwaar. Ja. En het moment ook dat... kijk, en het lullige was nog, is dat tijdens haar zwangerschap was zij eigenlijk heel happy. Maar toen ging ik al best wel slecht. Toen zat er voor mij al die periode van Yellow Claw in mijn hoofd erop. Ik was er klaar mee. Ik kon het niet meer aan, weet je wel. Dus ik was ook niet een leuk mens. Dus ik... Je weet toch, ik was ook niet enthousiast. Ik zorgde wel dat ik ben bij letterlijk elk... heet dat kraambezoek? Of nee, dat heet... Nee, bij de voetvrouw, ja. Je weet toch? Ja. Die bezoekjes, ja, ik ken het. Ja. Ik kom er ook niet op. We komen niet op het woord, maar je gaat checken. Ja, die checken met die echo. Ik ben bij elke geweest. Ik vloog letterlijk terug, hè. Vanuit New York of whatever, Toronto, waar ik was. Ik vloog terug. Die ochtend, ik landde om 6 uur. 11 uur bij de voetvrouw, controle. Die dag was ik thuis. Volgende ochtend vloog ik weer weg. Ja. Zoveel was ik weg en zo weinig was ik thuis. Dus je voelt je niet chill. Je vrouw is zwanger. En die voelt zich super chill. Ja. En ik had mijn ups en downs, weet je. Soms was ik ook in één keer vet blij of zo. Maar ik kan mij wel voorstellen dat als wij een tweede kind krijgen... dat ik het echt een stuk beter zou doen, die zwangerschap. Ja, want dan ben je er ook fysiek, mentaal beter bij. Ja, ja. Ja, want uiteindelijk ook die keuze van het stoppen met toeren... en echt gewoon solo gaan en gewoon focussen op Nederland... is los van het feit dat het financieel ook gewoon lekker is blijven gaan, zeg maar. Is gewoon voor mij als persoon en voor mijn gezin... Ja. Is de beste keuze die ik heb kunnen maken. Ja. Terwijl het ook de moeilijkste keuze was die ik heb gemaakt. Waarom? De moeilijkste keuze is gewoon omdat buiten die cirkel die ik net opnoemde, zeg maar... iedereen me voor gek verklaarde. Ja. En je ouders, weet je, voor mij... zijn mijn ouders heel belangrijk. En mijn vader is echt een voorbeeld, weet je wel. Ik respecteer mijn vader heel erg. En ik respecteer ook heel erg, zeg maar... Ik wil hem echt trots maken, snap je? Ja. Ik wil echt dat hij niet teleurgesteld raakt... of dat ik iets doe wat hij wat hem kwaad zou maken, zeg maar. Weet je wel? En hij zei van, je moet niet stoppen, man. Hij werd boos toen ik het zei. Hij zei, je hebt net een kind gehad. Het gaat zo goed, weet je wel. Nog 2 jaren, je kan gewoon... Weet je wel, je moet je voorstellen, met de shit die ik deed... Ik kon gewoon kiezen om het nog 2 jaar vol te houden. Dan zou ik nooit meer hoeven werken. Dat was basically gewoon de realiteit. Dat is zo gek? Gewoon... Ja, man. Ik ben nu zeg maar nog geen 2 jaar gestopt. Ik denk sowieso dat die boys nu gewoon cool zijn. Gewoon echt voor life, zeg maar. Maar om even een schatting te geven van hoe... Wat voor bedrag gaan erin om? Want zeg maar, je bent dan... aan het pieken, want nu denken mensen van... ja, oké, twee jaar voor het leven, ik bedoel... Ja, 2 jaar voor het leven. Want je kijkt, je deelt wel en je investeert veel. Maar je moet je voorstellen dat je voor een show echt... gewoon Oslo's krijgt, gewoon. Gewoon een kleine flat kan je gewoon kopen met 1 show, broer. Kijk, en dat wordt dan weer verdeeld. Ja. Maar zulke bedragen, fees gaan erom. En dan heb je Amerikaanse belasting, Nederlandse belasting. Ja. Dus it's a bitch still. Ja. Maar je weet toch, het zijn gekke makkelijke stackings. Ja. Je kan niet... zoveel uitgeven als je niet de hele dag thuis zit... als dat je verdient. Kan niet. Ja. Onmogelijk. Ja. En dus mijn vader die ziet alleen maar van... je 2 jaar, bij 2 jaar nog op je tanden. Maar ik kan je vertellen, man. Die 2 jaar, ik heb gewoon echt... weet je, niks kunnen zeggen van... oh, busy, hij maakt commerciële troep. En hij doet het alleen maar voor die monies. Nigga, ik ben de
ik durf te zeggen dat ik echt met misschien in heel Nederland... zullen er misschien niet eens 5 met mij erbij zijn... die deze keuze hadden durven maken, man. Bro, ik heb nee gezegd tegen sowieso miljonair zijn. Ik kies ervoor en ik heb mijn lot in eigen handen. Dus het gaat me sowieso lukken, weet je wel. Maar om gek miljonair te gaan... en ik vind miljonair niet 1 miljoen. Ik vind miljonair dat je 10 miljoen hebt of 20 miljoen. Ja. Snap je? Ik heb daar gewoon nee tegen gezegd, snap je? Gewoon om te kiezen voor fucking waar ik echt voor stond. Wat mijn hart me vertelde. Ja. Snap je? Dus ik durf gewoon te zeggen... stel jezelf deze vraag. Niks die tegen mij in comments zeggen van... je bent gek dat je dit hebt gedaan. Weet ik gewoon van, ja, jij bent gewoon niet real, bro. Ja. Je zou nooit je hart volgen. Je zou bij de Venga Boys gaan voor fucking een paar milli. Ja. Dat is wat je doet. Want anders ga je je hart toch volgen? Ja. Ik weet nog toen ik het verhaal hoorde, zeg maar, want ik ken het hele verhaal niet. Ik kende bijvoorbeeld van, wat ik bedoel, ik heb jullie in de studio gehad voordat jullie voordat jullie blonen. Ja, ja. Dus toen waren jullie allemaal in de studio. En toen waren natuurlijk wel zo blij voor jullie allemaal, want ik zag het zo opgroeien. En op een gegeven moment toen ik het vier busy is gestopt, ik dacht, nooit het busy gaat stoppen. Want ik hoorde de mannen gaan, nooit. Want ik ken jou van toen. Jij wilt gewoon stacken en dan de family gewoon voor live zetten. Dus, pas toen jij het zei, dacht ik, oh, serieus? Yeah. En toen je het vertelde voor je gezin en je kind... en toen ik later vader werd... toen ik mijn zoontje kreeg... de dag daarna moest ik aan je denken. Omdat ik toen begreep... Nee, maar ik begreep toen echt... zeg maar... dat gevoel. Van, ja, toch? He's number one. Yeah, yeah. Toch? Van, ik begrijp dat... want al die andere dingen... they don't mean shit without... if you're family. En nu, kijk... Amerikaans bedrag verdient niemand in Nederland, snap je? Ja. Maar ik doe fucking veel shows. Ja. En ik krijg veel voor een show. Ja. Dus ik verdien gewoon weer lekker. Ja. Daarnaast doet mijn muziek het goed en mijn streams en shit. Ja. Dus die geld heb ik nu zeg maar weer. Ja. Dat het gewoon goed gaat. Ja. Maar dat heb ik voor elkaar gekregen... gewoon puur door het feit van... het is ook geen optie om minder te gaan. Ik heb dit besluit genomen, niet hij... Ja. Dat ik nu ervoor kies om dus daar doei tegen te zeggen. Van 2 jaar doorgaan. Dus I need to get this right the other way. Ja, snap je? Ja. Want dit is mijn keuze, niet die van hem. Ja. En ik was op dat pad. Dat was zijn toekomst ook, snap je? Dus daarom ben ik ook zo gemotiveerd nu... om wel gewoon die cashflow zo te houden. En om wel gewoon alsnog die legacy en zijn toekomst gewoon te verzekeren, snap je? Maar had je ergens op een gegeven moment die extra pressure? Want als je stopt, dan omdat je zegt, je bent een bepaald level gewend... maar je moet jezelf opnieuw uitvinden voor de Nederlandse markt. Ja, maar dat is het grappige. Nu, bijvoorbeeld laatst, ik zette hier mijn kliko hier zo aan de weg. En mijn buurman die aan de overkant woont, hij loopt zo naar me toe. Hij zegt zo van, het is gewoon een oude man, hè? Het is gewoon een kill van 45 of zo. Ja. En hij komt naar mij toe. Hij zegt van, mijn dochter die was daar bij jouw show. En echt respect, man, voor jou, weet je wel. Dat je die keuze hebt gemaakt, dit, dat. En dat je zo het weer zo snel draaiend hebt gekregen. Ja. En toen dacht ik bij mezelf gewoon van... wat hij zei van, maar was je dan niet super bang, weet je wel? En toen dacht ik bij mezelf van... als ik het nu overnieuw zou moeten doen... of gewoon als nu in één keer dit punt weer zou zijn... dan zou ik fucking zenuwachtig zijn. En bang van, what the fuck doe ik? Ik ga gewoon weg bij Yellow Claw, weet je wel. Ja. Maar ik heb eigenlijk gewoon de hele tijd... ben ik gewoon met een focus doorgegaan. En nu nog steeds. Ik bedoel, ik ben nog lang niet waar ik wil zijn. Maar die focus heeft me gewoon helemaal niet... de kans gegeven eigenlijk om te twijfelen of zo. Ja. Of om te zeggen van, wat zijn we aan het doen? Of gaat dit wel goed? Of ik heb gewoon gehosseld en gewoon gedacht van... dat is nu het moment om dit te doen en deze stap... en die mensen bij die mensen. En ik ben dat gewoon gaan doen, zeg maar. Maar heb je ook dingen geleerd bij Yellow Claw... die je zeg maar nu toepast in de Nederlandse scene? Ja, tuurlijk. Ik denk gewoon dat... dat gewoon de manier en de benadering van social media, zeg maar... worldwide, is natuurlijk veel meer. En... er zijn nu steeds meer die het doorkrijgen, maar ja, het is gewoon de toekomst, snap je? Ja. En dat is de manier waarop ik ermee omga. Je bedoelt van, de foto's en dingen, hoe je post? Ik bedoel alles, mijn Instagram, maar ik bedoel... ik vind ook gewoon dat een videoclip de nodige aandacht nodig heeft. En het hoeft niet altijd de duurste clip te zijn, maar het moet wel heel erg kloppen bij het nummer. En moet wel heel erg in een soort van communicatie in zitten van... dat is die vibe die ik ook voel toen ik in de studio was, weet je. Ik doe mijn ogen dicht en dan zie je dat, toch? Ja. En
Maar zie je het altijd, zeg maar, de vision voor een clip? Ja, man, altijd. Ja? Ja. Dus je zit in de studio, je maakt een tune en denk je, ja, dit is hem. Ja, bro, ja. Ik zie gewoon die clip, ik zie gewoon hoe ik hem wil. Ja. Hoe ik gewoon van, ja, dan voel ik me een baller als het online komt. Maar hoe moeilijk is het om dat, zeg maar, te communiceren met, zeg maar, guys van een videocrew, dat je tegen ze zegt... Ik heb bijvoorbeeld de meeste video's zelf gemaakt. Oké. Okay. Samen met Stefan Polman, hij is een cameraman... die ook al met Yellow Claw maakte video's met hem. En ik vind hem gewoon een goede guy en echt een hele goede cameraman. Ja. En met hem ben ik gewoon eigenlijk zelf videoclips gemaakt. Chalice heb ik zelf gemaakt, Traag. En Lekker Lekker heb ik geregisseerd, zeg maar. Oké. Okay. En, je doet gewoon clipregisseur, doe je ook gewoon. Ja, man. maar dat is meer, ik vind dat, kijk, dat heb ik in Amerika geleerd. Het hoort namelijk gewoon allemaal bij elkaar. Ja. Wij deden met Yellow Claw ook, was Jim natuurlijk. Ja. Hij is die geniale videoclip guy, snap je? Dus ik was heel erg gewend gewoon van, dat hou ik allemaal bij mezelf. Ja. Ik maak het nummer, waarom zou ik niet het beste weten wat er eigenlijk voor visual bij moet, weet je wel? Is ook iets wat je ook voor andere artiesten zou willen doen? Of misschien al ja, ik vind het tof om soms mee te denken. Weet je, Fan van Ronnie Flex met Femke Louise heb ik ook, sta ik ook in de kruis. Heb ik ook gewoon geregisseerd. Je hebt gewoon meegeregisseerd, je stond voor. Ja, man. Ik vond dat gewoon een hele vette plaat. En ik dacht gewoon van, ja, ik had Ronnie gewoon opgebeld. En gefacetimed en gezegd van, deze video, dit moet je erbij doen. Ja. En ik had tegen Frames gelijk gezegd van, werk dit uit. Ja. En Jonas, die heeft het helemaal gefinest gewoon. Wauw. Ja, man. Maar die Femke, op een gegeven moment kwam zij uit het niets. Ja. En jij schijnt, zeg maar, daar een soort guy achter te zijn. Ik schrijf bij sommige nummers mee, man. Maar met dit was gewoon een tune met Ronnie. Ja. En ik vond het gewoon hard. Ja. Weet je, Ronnie had me die tune laten horen. En ik dacht gewoon van, dit is sick, snap je? Maar hoe komt een busy in contact met Femke Louise? Want zeg maar, jij hebt het al druk. Ja. Je hebt je eigen business, je eigen shows, je eigen dingetjes. Zij wilde die Op Mijn Money maken. Of althans, zij wilde een tune maken waarmee ze iedereen een beetje kon shockeren en een beetje gek kon maken, zeg maar. Ja. En toen heeft ze mij gecheckt om mee te schrijven. Maar heb je ergens getwijfeld van... YouTube. Nee. Ik dacht niet. Ik vond haar wel hard, man. Ja. Ik vond gewoon de manier waarop ze mij benaderde, vond ik al dope. Maar ik zei wel de eerste keer nee. En ik dacht ook eerst van, misschien is het voor iemand anders, toch? Toen ze mij checkte. En toen zei ze, het is voor mij. Toen dacht ik van, hè? Dat was helemaal nog niet in mijn hoofd geschoten, toch? Ja. Dus toen dacht ik van, dat is wel hard eigenlijk. Ja. Dat is wel sick. Ja. Kijk, ik vind het, weet je wel, dat hele vlogger-rapper ding. Ik weet niet, man. Ik vind gewoon sommige rappers wack, sommige vloggers wack. En sommige doen het allebei tegelijk. Ja. Snap je? Maar voor mij is dit gewoon whatever. Als een tune man. Goed is, is hij goed. Als een tune hard is en het is gewoon oprecht, weet je wel. Als iemand oprecht gewoon het echt leuk vindt om muziek te maken, om in de studio te zitten en gewoon shit te maken die hard is. Ja. En ook gewoon weet wat hard is, dan vind ik het vet. Maar komt er ook een soort een album, EP, gaan we nog meer van haar... Ik weet niet, man. Ja. Ze is met veel dingen bezig, man. Maar ik weet niet, ik weet daar verder... Weet je, als ze mij checkt voor projecten, werk ik mee. Maar ik weet niet het fijne ervan. Ja. Maar... Mag jij dit vaker doen, zeg maar, met artiesten, zeg maar? Ja, ik heb dat sowieso altijd gedaan. Weet je, ik heb nu natuurlijk een tune met Hardwell en Kleine en Chief. Maar ik had met Hardwell sowieso al eens gewerkt. Gewoon voor dingen voor hem, weet je. Gewoon riding dingen. En ik heb dat vroeger ook vaak gedaan op van die EDM-tracks, weet je wel. Maar Hardwell heb ik lang niet in de urban scene gehoord. En opeens nee, maar ja... jij belde hem van, joh. Nee. Hij checkte mij, man. Hij stuurde me gewoon die beat. Twee dagen voor ik op vakantie ging naar Bali. Ja. Checkte die me. En eigenlijk was ik gewoon, weet je toch, mijn studio was opgeruimd. Ik ging weg, snap je? Ik wilde niet meer werken. Maar hij stuurde me die beat en... Oké, het was niet precies die beat zoals je hem nu hoorde. Een klein beetje finesse nog. Dus ik had hem met Felix nog een beetje gepeeld, zeg maar. En die vocaal erop gezet. Die hoek gewoon. Ja. En toen weer naar hem gestuurd. En toen zei hij gelijk van... jouw Kleine heeft hem ook gehoord. Die wil er ook op. Ja. En toen zei ik van... Oké, laat mijn Chief ook checken. En dope. Die wilde ook, weet je wel. En ik had toen... Op dat moment, ik zat in Bali en... Ja, was net uit. Ja. Dus ik was al helemaal sowieso in die vibe met Chief, toch? Want Chief is we stonden hard. Op nummer 1, snap je? Ja, man. Dus toen zei ik gelijk tegen hem van... Yo, spring ook op deze, man. Ja, ik wacht op een Chief album, man. Ja, man. Sowieso. Zo. Echt gekke shout-out naar Chief. Ja, man. Ik zeg je eerlijk, weet je wel... Er zijn veel boys die... laten we het daar niet eens over hebben. Ja. Maar ik vind echt veel guys echt goede gasten. Ja. Maar Chief is echt die guy die...
echt gewoon humble is, man. Hij is heel oprecht, hij is real. Ja, hij is fucking real. Ja, man. Snap je? Ja, man. En dat maakt de anderen niet minder real. Ja. Maar hij is die guy die gewoon even een voice note stuurt, gewoon, ja, toch? En gewoon na een shootdag van een video. En gewoon even, weet je toch, gewoon... En ik zie ook gewoon die evolutie van hem. Hoe hij steeds aan het veranderen, aan het groeien is. En, hij is echt goed. Deze man kan gewoon op echt gekke hip-hop komen. En deze man kan gewoon op dembo shit komen van mij. Ja. Want, laten we eerlijk zijn, ja of traag. Of for that matter, ze willen mee. Ja, dat is reggaeton, dat is dembo, dat is bobbling, maar dat is geen hip-hop, snap je? En deze guy komt nog steeds gewoon met bars, gewoon. Ja. Weet je wel, wel in die funny shit die wij doen. En niet per se super, super, super moeilijk. Maar nog steeds dat ik denk van, ja, maar hij laat wel zien wie die is. Next hij is wel echt, hij is wel echt, ja. Ik vind sowieso die SBMG boys wel echt best sowieso next level, man. Vuur. Ja, zeker. S van hun. Love. Still chilling in the building with the one and only Busy. Je weet, abonneer die shit, like die shit, deel die shit. Dit is real talk, man, met Busy. Bro, sowieso allemaal dingetjes meegenomen. Ik zie hier iets wat ik best wel vet vind. Ik weet dat ik een interview had gezien met, volgens mij, Skrillex. Was het bij Hot 97? En toen gaf hij jullie een shout-out. Ja, klopt, ja. Vond ik zo dood. Skrillex en Diplo. Ja. Dit was ook net hiervoor. Net voor Oud en Nieuw 2014. En waarom hoor ik tot een van je bijzondere... Ja, Madison Square Garden... het was ook echt in de tijd dat ik super lekker ging, gewoon. Ja. Dus hier was ik echt nog aan het genieten van het toeren. Toen was het nog leuk. Ja, want ik vind ook... mensen vragen me altijd van, waarom ben je gestopt? Ja. Weet je wel, waardoor je heel snel het negatieve uitlicht. Terwijl ik eigenlijk ook wel eens een keer gewoon het positieve wil... Was het hoogtepunt voor je in Madison Square Garden? Ja, Madison Square Garden, bro. Ja. Je weet wat Madison Square Garden is. Als ik in New York ben, logeer ik altijd daar. Ik heb nooit op het podium gestaan. Nee, maar andere droom van me. Dat is echt real shit, gewoon. Ja. Dat is zeg maar... Ja, basically, zeg maar voor indoor... de beste venue op aarde, denk ik. Ja. Misschien zeg ik nu iets heel doms. Nee, volgens mij is dat hem, toch? Ja. Ik kan niet echt iets anders bedenken of zo. Ja. En, wat maakte dit zo mooi dan? Behalve het feit dat het groot is. En... Dat je gewoon oud en nieuw aan het vieren bent. Ja. Met sowieso één homie van mij, Elmer, Ed Elmuur. Hij is gekke crossfitter. Ja. Zo'n, hij was daar. Ja. Hij kwam gewoon oud en nieuw vieren bij mij. Hij sliep gewoon bij Tinder bitches en shit. En was nog in zijn vrijgezelle tijd. Maar het was koud nog grappig. En... Hij kon gewoon chillen daar. Hij zei, ik kom gewoon bij jou in New York. En daarna is hij zelfs nog meegegaan naar Washington DC. Had hij gewoon een ticket bijgekocht. Wauw. Maar dus sowieso een van mijn homies was er. Wat al bijzonder was. Ja. Want ja, het is toch moeilijk, weet je, om naar al die plekken je vrienden mee te nemen. Want je hebt ook voor korte tickets. Niemand gaat voor 2 dagen naar New York, snap je? Mensen willen wel even blijven dan of zo. Ja. Dus dat was al bijzonder. En daarnaast was ik gewoon oud en nieuw aan het vieren. Nou ja, met Jim Nils, met Reggie, zeg maar, tourmanager en Yellow Claw. Wat echt gewoon, we gingen lekker, weet je wel. Ja. Dus het was gewoon on top of the world shit. Ja. En A$AP Rocky, A$AP Ferg. Hoe heet die Joodse guy ook weer? Ik kom nu niet op zijn naam. Ik wilde hem echt net zeggen. Die blanke guy. Hij heeft net, Mac Miller. Mac Miller. Mac Miller was daar. Ja. Wie was er nog meer? Die hele crew, gewoon de doopste guys. Gekke gasten waren daar. Ja. Het was ook voor mij allemaal nieuw. Dus dat waren mensen die ik gewoon alleen maar van televisie kende. Ja. Of van, weet toch, MTV en shit. Ja. En ineens sta je gewoon met hun champagne te papen. En iedereen is op het podium geweest. Ja. Ja. Dus iedereen is ook gewoon in die hele... Je hebt gewoon een kleedkamer met elkaar. Dus je bent gewoon on the same page. Niemand is... Oké, Diplo is een soort van altijd wel die guy. En A$AP Rocky is ook van die hele A$AP Mob soort van die guy, toch? Ja. Maar eigenlijk was iedereen met elkaar. En was het gewoon fucking master. Ja. En dat was echt, zeg maar... Zoals mensen zich voorstellen van... rock and roll en van... Ik breek ooit door in Amerika. Je staat ineens daar. Gewoon met een Square Garden... Staat met een goddamn Ace of Space batterij in je hand. Gewoon Happy New Year. Ja. Met al die niggers. Ja. John Cross in the air. Ja. En het was gewoon fame, snap je? En het was gewoon die soort van lifestyle die je alleen maar uit de movies kent. Weet je, loopt ook met een Square Garden uit daarna. En wij hadden een hotel altijd op 11th, zeg maar. In Crimpton zat ik altijd. Ja. Dat is echt om de hoek. Dus je kon gewoon lopen over Broadway. Broadway is hard. Zo door hoe heet het, die Italiaanse wijk
zo naar, naar mijn hotel. En Hell's Kitchen. En dan ben je gewoon nog steeds helemaal niet shit. Ja. Ik bedoel, je loopt gewoon in een film. New York ziet er remotely niet uit als iets in Nederland. Gewoon. Ja. Je kan je nooit niet vergissen. Je bent echt op een hele andere plek. Ja, ik wou wel gewoon vibe daar, man. Het is, toch? Ja, man. Ja, dus, man. Dus je bent net al dat gedaan. Je hebt net al dat gedaan en je loopt dan gewoon over New York. Iedereen is nog happy New Year. En het is New York oud en nieuw, snap je? Het is gekke shit. Het gaat gewoon door in de ochtend en shit. En ja, ik weet niet, man. Dat is gewoon... Dat was gewoon echt een uniek moment. En... Was het ook een soort moment dat je dacht van... ik wil nooit dat deze film stopt? Ja, dan wel. Ja. Toen had ik echt zoiets van... I want this forever, man. Ik had ook echt die pokoe van Drake, zeg maar. Ja. Weet je, zulke pokoes, die voelde ik dood. Ja. Weet je, ja. Als niggas gewoon kwamen met van... I want this shit forever, man. Of iets met in die trend. Of met money. Ik voelde dat dood. Want ik bedoel... voor het eerst zong ik het mee en het was gewoon real, toch? Ja. Ik was gewoon daar. Ja. Het was gewoon... we kwamen met Square Guard binnen en A$AP Ferg en zijn DJ komen gewoon naar ons toe. En yo, y'all guys, Yellow Claw, we spin your beats all the time, bro. Dat weet je wel. Oh, van, yo, weet je wel, en kwamen gewoon naar ons toe. Terwijl ik was gewoon... ja, ik was gewoon aan het nadenken al de hele dag... wat ik misschien ging zeggen als ik hem tegen zou komen, toch? Ja, ja. En wat ga, als hij nu komt... als hij nu komt, dan ga ik weten. Yeah. Yo, what's up? What's up, what's up? Ik had gewoon geoefend toch thuis. Nee, maar... weet toch, je bent daar echt wel mee bezig. Je weet gewoon van, die shit is about to happen. Ja. En daarna was het heel snel heel veel van dat soort shit. Weet je, we gingen die met decent block parties doen. Ben je gewoon ineens met Ray Schrammer aan het partyen. En weet toch, Ty Dolla Sign was gewoon met ons. Ja. Weet je, heb je wel eens gedacht op zo'n moment om zo'n... want ik kan me voorstellen dat die Kardashians, die ben je waarschijnlijk ook tegenkomen. Ja, man, ja, man. Heb je ooit gedacht, ik ga eentje regelen? Of? Nee, ik moet zeggen, Kardashians ben ik tegengekomen, Coachella. Ja, sowieso, die lopen niet zonder een paar van die big ass niggas ernaast gewoon. Ja. Van die security guys, dus dat kan niet. Nee. Maar ik weet niet, man, ik voel hen ook niet zo, man. Ja. Sowieso was die jongste was wel echt in het echt heel knap. Ja. Maar ze zijn sowieso kaolo klein. Ze zijn echt kort. Ja. En ik weet niet, man. Ik voel hun sowieso niet zo erg, man. Ik vind het wel... maar als je niet op zo'n moment dat je bijvoorbeeld... you're on top of the world, iedereen kent je, komt naar je shows... dat je denkt, yo man, nu wil ik kijken of ik celebrity girls... of celebrity vrienden kan leggen. Weet je, heb je in die scene überhaupt echt vrienden? Of maak je vrienden? Heb je daar tijd voor? Ja, ik had wel vrienden, maar dat waren niet, die waren niet echt... allemaal, ja, Carnage is wel echt de real guy. Okay. Carnage en Snake ook. Oké. Okay. En zelfs Diplo trouwens, check me af en toe nog wel. Maar de echte jongens die echt letterlijk gingen huilen... toen mijn laatste show was... was mijn agent, zeg maar, mijn Amerikaanse agent. Oké. Okay. En van de Amerikanen was dat het wel, zeg maar. Moest jij zelf ook huilen bij je laatste show? Ja, man, we hebben allemaal gehuild, man. Ja, ja, dat was wel awkward, want niemand wist dat mijn laatste show was. Maar niemand? Nee, dus we kwamen een soort van bij EDC van het podium af. En alleen onze crew wist dat. Ja. Maar we waren best wel, we waren natuurlijk super groot. Dus iedereen wilde met ons praten, interviews en shit. En... wij stapten gewoon direct in die car. Ja. En Niels die buigt zo over die car, over die zadel zo. En ik probeer hem een soort van nog te troosten, toch? Van, joh, het komt wel goed, man. Weet je wel? En ik brak ook gewoon, man. Maar ja, je realiseert je ineens, toch? Ja. Van, het is gewoon de laatste keer wel dat je als deze formatie... Ja. Dit avontuur... maar hebben ze het ook begrepen, zeg maar? Uiteindelijk wel, tuurlijk. Was ook wel, dat is menselijk, snap je? Ja. Ik neem het ook ze niet kwalijk dat ze het momenten misschien niet begrepen. Omdat sowieso was ik ook niet zo open naar hun over hoe slecht ik ging. Weet je, over hoe slecht ik me voelde. Omdat ik ze er ook niet mee wilde belasten. Ja. En dus zij hebben ook wel eens gedacht van... ja, je laat ons in de steek. Maar... uiteindelijk is het wel naar hun ook duidelijk geworden... dat dit een keuze is die ik gewoon moest maken, weet je wel. Ja. Het ging zelf ten onder bijna. Ja, maar dit had wel echt ups en downs. En dit was wel echt, zeg maar... dit heb ik nog nooit gezegd, maar echt eigenlijk hebben wij de dag van de laatste show... zijn we echt gaan zitten van... oké, nu moeten we gewoon met elkaar even praten. Want anders dan gaan we scheef oog krijgen, weet je wel. En toen hebben we echt letterlijk alle... dingen die nog dwars zaten, die wij dachten van... ja, maar je bent nu dit doen en doen of ik dat. Kijk, ik was natuurlijk best enthousiast over mijn nieuwe plannen, snap je? Omdat het voor mij ook licht aan het einde van een tunnel was. Maar voor hun leek dat soms van... oké, dus eerst ben je koud down en ga je slecht.
En nu in één keer ben ik alo blij aan het doen. En wat lulde je nou, snap je? Ja. Dus dat moest er gewoon uit. En dat hebben we ook gewoon echt met elkaar goed besproken. Echt gewoon bij de Encore zwembad. Gewoon aan een tafeltje in Vegas. Ja. Koulo warm. En toen hebben we dat gewoon besproken. En dat was eigenlijk gewoon een moment dat het voor iedereen ook gewoon... dat we die avond in konden gaan, weet je wel. Ja. Van, okay, dat was de avond voor de laatste show. Dat was eigenlijk de avond voor de laatste show, oh, wow. Ja. Maar het ging erg met ups en downs natuurlijk. Omdat er gewoon, hoe dichter het bij kwam, hoe iedereen gewoon zenuwachtiger werd. Ja. Van, maar wel mooi dat je het hebt uitgesproken, dat het niet een dingetje werd. Nee, het is dus echt, dat, maar het moest ook gewoon. Maar ja, ja, we zijn ook alle drie mans genoeg om dan ook te zeggen van we gaan nu zitten... En, want wij managden onszelf. Ja. We hadden geen manager die kon zeggen van... jongens, we moeten even echt praten. We moesten zelf gewoon real talk. Snap je? Dus wij moesten tot dat punt komen. Ja. Dat iedereen dacht van, oké, nu moeten we even praten met elkaar. Maar ja, dat hebben we gedaan. En je bent gewoon allemaal een mens. Ja. En je hebt gewoon allemaal je behoeftes. En je gaat ook allemaal op een andere manier om met die fast life. Ja. Snap je? Met die gekke fast life. Want... Je hebt niet veel tijd om aan iemand anders te denken dan aan jezelf... Ja. Als je zo leeft, want je hebt bijna geen tijd voor jezelf. Ja. Dus zeg maar, je bent al aan het reizen, aan het kijken welk vliegtuig... Weet je, je hebt een tourmanager, je luistert... maar je loopt dan als een zombie eigenlijk op het vliegveld. Je bent gewoon bezig met de volgende show. Je bent geleefd eigenlijk bijna. En dan moet je met de promotor moet je gaan chappen. En dan moet je hem vertellen hoe leuk alles is... en hoe tof het is om hier weer te zijn. En dan ben je daar. Dus het moment dat je in je bed ligt... Ja. Is eigenlijk je eigen moment. Dus dan moet je dus nadenken over... hoe gaat het ook met de andere boys? Hoe gaat het eigenlijk met mij? Hoe gaat het thuis? Vrienden? Spreek ik mensen nog wel? Oh, moet ik even sociaal doen? Shit, we moeten nog muziek maken. Dat in die tijd, snap je? Ja, ik kon dat gewoon niet aan. Maar ik begrijp ook heel goed dat het zo weinig tijd was... dat zij ook niet de hele tijd de tijd konden nemen... om mij helemaal te begrijpen. Ja. Maar begrijp je nu ook beter bijvoorbeeld... Ik bedoel, ik heb... Rihanna, Chris Brown, al die mensen als ze maar geïnterviewd. En dan, soms zie ik ze dan voor de camera een tripmoment hebben. Begrijp je dat nu beter van waarom dat succesding best wel veel met zich meebrengt? Want jij hebt het zelf meegemaakt. Ik denk echt serieus, eigenlijk, dat als jij gewoon zo lang in Amerika zo bekend bent en zo moet meeleven, dan geloof ik gewoon niet dat je eigenlijk niet gestoord wordt, man. Oh. Dat je niet gek wordt. Ik denk dat echt heel weinig van wat wij zien... wat dan voor ons zeg maar de supersterren zijn... die echt zo lang in de game zijn. Ik geloof echt dat Jay-Z en Beyoncé... ik denk echt dat hun gek zijn, man. Waarom de fuck zoek je de hele tijd nog die... zij hoeven echt niet meer te werken, snap je? Ja. Waarom moeten ze zo nodig nog die shit doen? Is het verslavend, denk je? Die spotlight? Ja, ik denk dat ze er echt verslaafd aan zijn, ja. Ja. En ik was ook... Dat is ook waar ik afscheid van nam. Die Amerikaanse spotlight. Want dat is niet zo. Hier ben je niet een superster. Hier in Nederland word je herkend. Ga je mensen op de foto. Ja. Hey, het is niet zo'n gekke als in Amerika. Rij je met Lambo's, met andere bekende guys door LA. Als je even vrij bent. Of dan gaan gasten met je mee naar shows. Daar lijkt het alsof het knopje nooit uitgaat. Van. Nee, ik bedoel, hoeveel guys hebben hier meegemaakt tijdens een show... dat ze optraden dat iemand 50.000 gewoon zo in de lucht gooide. Snap je? Gewoon een bezoeker. Een bezoeker gooit er 50.000 tijdens een poolparty. Snap je? Dat maak je niet in Amerika. Ik spring van het podium af en dan zeg ik, hey, kill. Maar dat is gewoon die shit, snap je? Het is daar zo anders. Het is zo different. Gewoon. Je gaat ook anders naar artiest kijken als jij altijd $80 moet betalen voor een kaartje. En niet gratis naar binnen kan of 10, 25 euro. Ja. Snap je, dat is in Nederland. Ja. Dus, en wij lopen ook gewoon af en toe over het festival, snap je? Dat kan niet in Amerika. Ja. En dus daar moest ik ook afscheid van nemen. Van dat, van die bepaalde room. Dat moest ik ook wel. Dus die Nederlandse bekendheid, die bevalt je veel beter. Van je bent gewoon... Ja, want iedereen maar toch slik je op het laatst heel even van... ook dat gaat nu weg. Weet je, dat je altijd een trailer hebt of zo. Ja. Of private jets. Ja, dat mis je heel soms. Ik mis het eigenlijk niet, maar op dat moment... Ja. Moet je er wel afscheid van nemen. Ja. Snap je? Heb je het volledig kunnen doen? Is het eenmaal... Ja, ik heb dat gewoon volledig kunnen doen, ja man. Nice, man. Het is zeg maar... Ik heb wel steeds meer zin om weer even een keer naar New York te gaan. Ja. Maar dat is meer gewoon omdat ik New York gewoon hard vind. Ja. Ik ben echt niet meer in Amerika geweest nadat ik heb getoerd. Serieus? Maar bewust of gewoon even... Nee, gewoon geen behoefte aan gehad. Ja. En ook geen tijd. Want ik ben inderdaad gewoon gelijk op mijn grind gegaan. Ja.
Dus, maar heb je überhaupt, want nu ben je ook zo druk, heb je überhaupt nu wel... Want, ja, tuurlijk. Ja. Ik bedoel, het weekend is gewoon van mij. Vrijdag hou ik altijd vrij, ja. Snap je, overdag. Ik heb maandag gewoon papa-dag. Ja. Maandag chill ik ook gewoon de hele dag met mijn zoontje. Leuk, man. Dus, en mijn studio is dicht bij huis. Ja. Weet je, dus... weet je wat, en het is ook gewoon zo, je kan hard werken. Ja. Maar in Amerika werkt iedereen bijna harder dan jou nog. Ja. Dus in Amerika is het zo dat je kan niet gaan slapen, want de rest slaapt ook niet. Ja, got it. En in Nederland kan je het tempo een beetje bepalen. Ja. Als je zeg maar als je met de snelst rennende mee wil doen, is dat wel te doen. Ja. Zeg maar. Dan heb je best wel veel vrije tijd door. En tussendoor ook ontspanning en sport, want je sport ook veel. Ik sport elke dag. Meteen ripped up en shit. Ja, nou, ik doe mijn best. Ja. Maar eigenlijk moeten we kijken, wat ik ook benieuwd naar ben, is de tattoo stories, man. De verhalen achter jouw tatoeages. Die gaan we even checken nu. Ja. Want we zijn ja. Even benieuwd naar jouw 5 favoriete, meest meaningful tatoeages. Dus, ja, daarom heb ik deze bijgepakt. Deze foto. Oké, die ga je tatoeëren nu? Die heb ik getatoeëerd, brother. Oh, die zit ergens? Ja, bro. Oké, we gaan checken. Het is je boy Busy. Real talk. Alleen maar real talk. Ik heb nog nooit gesproken eigenlijk echt over mijn tatoeages. Ik heb een hele hoop. Eindelijk ga ik een keer wat over vertellen. Want hoeveel tatoeages heb je, bro? Ik weet het niet, man. Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Ik heb er zo... Ja, ik weet het niet, bro. Herinner je nog hoe oud je was toen je eerste tatoeage had? 15 was ik. Wat voor tatoeage was het? Zwarte panter. Het is nu gewoon een vlek. Omdat ik was veel... Ik was korter toen. Ja. Dus hij is helemaal gerekt en shit. Waarom een panter? Ik vond het hard, man. Black Panther. Oké. Okay. Je was toen al in Wakanda. Kijk, het ding is dit. Ik ben ook half bloed, toch? Ja. Ik ben af en toe Nederlands Surinaam, zeg maar. Ja. En... ja, dat is toch zo'n moment, toch 15 jaar. Zeg maar, eigenlijk denk ik denk dat je tot je als überhaupt als mens of zo niet eens weet welke huidskleur je hebt tot je 10e of zo. Ja. Tenminste. Dat helemaal. Ik wist best wel dat ik chocolate, toch? Ja, je wel dark. Maar toch, je bent er niet mee bezig of zo. Nee, tot je 10e of zo zie je gewoon geen verschil. Pas de buitenwereld gaat erover. En dan kom je een beetje puberteit. Dan denk je, ga je zien van, hé. Maar ja, dan ben je zeg maar allebei, toch? Dan ben je dus blank en Surinaam, zeg maar. Dus voor mij was denk ik die Black Panther wel een beetje... om duidelijk te geven van... I'm choosing sides now. Ja. Toen was wel mijn periode dat ik echt... echt even naar mijn roots, mijn Surinaamse roots ging en shit. Had je daar behoefte aan? Ja, ik had er wel behoefte aan. Want kijk, het ding is omdat je ervoor niet erbij stilstaat... word je ook, zeg maar, er niet mee geconfronteerd, weet je. Als je met je ouders ergens komt of zo. Hey, je merkt het niet. Ja. Maar op het moment dat je, weet ik veel, van een vriendje naar huis fietst, zeg maar. En je bent 12 of zo en je wordt dan in één keer uitgescholden voor Zwarte Piet of zo. En, ja. Van die guys gaan achter je aan fietsen of zo. Dan in één keer denk je van, oh wacht. Weet je wel, want mijn vader is Nederlands en mijn moeder is Surinaams. Ja. Mijn moeder is volbloed Creools, dus die is donker, snap je? Ja. Maar... voor mij, ik kom uit een huis waarin ik me dus heel op mijn gemak voel bij een blank iemand. En heel erg op mijn gemak voel bij een donker iemand. En ik voel me ook aan beide verbonden en ook bij allebei thuis, snap je? Dus ook welkom. Maar ja, als dan guys me soort van achterna gaan zitten omdat ik... blanke guys, waar ik me dus eigenlijk ook altijd heel comfortabel bij voelde. Omdat, ja, mijn vader is ook white, toch? Ja. Maar die zien mij ineens niet meer als het feit dat ik dat ook deels ben of zo, zeg maar. Dan in één keer ga je daar bewust van zijn, toch? Ja, maar is het ook iets van bijvoorbeeld... daar heb ik ook over nagedacht. Van bijvoorbeeld mijn zoon is zeg maar half Arabaans, half Nederlands. En die zal het ook een keer zeg maar, gaan meemaken. Ja, die gaat dat sowieso meemaken. Maar wat zou je zeg maar, nu vertellen aan die kids of die ouders... die halfbloed kids... Ja, het is gewoon juist chill dat je allebei bent. En you don't have to choose sides, weet je wel. Het is gewoon zo dat... Blakka Mang praat altijd over real niggers. Ja. En je bent geen echte nigger of je bent wel een echte nigger, weet je wel. En dat zeggen ze ook tegen de darkste niggers, zeg maar. Ja. Snap je? Maar je gaat wel, zeg maar, op een bepaald punt in je leven denken... ben ik dan wel een real nigger of ben ik nou, wat ben ik nou, weet je wel? Ik ben geen real nigger, ik ben niet zo donker als hem. En bij mij thuis praten we Nederlands, want mijn vader is Nederlands, snap je? Dus ja, het is wel anders of zo. Maar ja, ik voel me wel eigenlijk... Ik vind Surinaams eten lekker. Ik vind Suriname master. Ik voel me heel erg verbonden met de cultuur. En eigenlijk ben ik ook gewoon zo.
Ja. Maar ja, ik vind André Hazes ook master. En op de camping in Putten chill ik hem ook dood tussen de tata's, weet je wel. Ja. Dus je bent het gewoon allebei. En je hebt het gevoel van, als ik dit doe, dan is dat raar. Of als ik dat doe, is dat raar. Terwijl, het is gewoon cool, man. Het is gewoon challas. Het is gewoon relaxed. Het is eerder rijkdom. Want ik bedoel, ik snap gewoon iedereen, snap je? Oké, er zijn natuurlijk wel meer nationaliteiten dan Surinamers en Nederlanders. Ja. Maar ik ken in ieder geval alle issues, weet je. Ik weet hoe het is om gediscrimineerd te worden. En ik weet ook gewoon... Hoe Nederlanders zeg maar wel moeten wennen aan sommige andere culturen, snap je? Ja. Dus ik kan je beter verplaatsen in... Beide. Ja. Ik snap het gewoon van beide kanten. Ik zeg wel, je wordt gewoon door deze maatschappij... je voelt je toch gewoon wel een buitenlander, zeg maar. Ja. Snap je? Je voelt je toch een... Je wordt toch sneller een Surinamer of in ieder geval een buitenlander, zeg maar. Ik ben niet super obvious een Surinamer, zeg maar. Ja. Mensen vragen, wat ben jij nou? Weet je wel, ben je Braziliaan? Dat je dit was? Of ja. Dat, maar dat is omdat ik ben Moxie, toch? Dus ja. Maar het is gewoon cool. Het is gewoon... Ja. Het is gewoon prima. Van trots zijn op de cultuur die we hebben. Ja, ja toch? En hoe erg je er ook mee wordt geconfronteerd, zeg maar. Laat het je niet changen, weet je wel. Want ik ben er wel een beetje verbitterd door geworden. En ik dacht wel echt een tijdje van. Kut Hollanders, weet je wel. Terwijl ik er zelf gewoon eentje thuis had die mijn vader was. Ja. Snap je? En, omdat je niet thuis voelde, omdat je niet... Omdat ik gewoon... Ja, mijn vader, die was natuurlijk... Kijk, wij luisterden vroeger gewoon... Ik bedoel, mijn pa, de eerste keer dat ik Busta Rhymes hoorde... was letterlijk een album wat ik van mijn vader kreeg, van Busta Rhymes. Ja. Hij zei gewoon van, dit moet je checken, dit is keihard. Ja. Dus ik bedoel... Hij was ook niet echt tata-tata, snap je? En ook weer juist fucking wel. Maar... Ja, het is best wel moeilijk. Het is denk ik nog steeds gewoon moeilijk, zeg maar. Ja. Zeg maar, voor mij is het nu, ik ben er comfortabel in... maar ik zou niet per se alle issues die straks jouw zoon gaat krijgen ermee, zeg maar... Ja. Die er zo voor zouden vallen. Ik kan hem daar niet volledig mee helpen. Want het is gewoon echt iets weer heel geks of zo. En nu begrijp ik mijn vader ook weer beter. Want mijn vader, die liep vroeger in een pretpark... met zijn blonde haren en zijn witte huid... Met mij, als met een donker klein jongetje ernaast. En dan vroeg ze, waar ga je met het jongetje naartoe? Snap je? Ja, dat is crazy. Snap ja, je? En ja. Nu loop ik met een white kid rond. Want mijn vrouw is blond. Ja. Mijn zoon is blond. Ja. Hij is gewoon, kijk, hij wordt wel snel bruin. Maar ja, ik ben al afvoer, snap je? Ja. Dus hij is gewoon wit geworden. Ja. En dan stellen mensen jou die vraag. Op een gegeven moment, of ze kijken of je met dat ze dus... Het is, ik heb zelf soms wel... sowieso heb ik wel zonder een foto een comment gegeven. Hij is van de buurman of zo, je weet toch? Van, hoe kan dit? Ja. Maar, dus ik zeg je eerlijk, het is ook raar. Want hij ziet er bij voorbaat al niet uit als mij, snap je? Want ja, een huidskleur bepaalt natuurlijk wel heel erg hoe hij eruit ziet. Dus hij lijkt niet op mij, hij lijkt op zijn moeder. Ja. Dat is in het begin wel gek of zo, snap je? Dus al die dingen die mijn vader heeft meegemaakt... want ik lijk ook totaal niet op mijn vader... Merk ik nu gewoon dat ik dat ook moet meemaken en accepteren... Ja. En dat er een soort van verschil is, toch? Ja, bizar hoe de geschiedenis zeg maar, zich zo... Alleen dan andersom. Ja. Want de maatschappij zal tegen hem ook anders opkijken... als dat ze tegen mij opkijken. Ja. Snap je? Net als dat mijn vader dat niet kan begrijpen van mij. Hij kan dat nooit echt begrijpen. Ja. Dat is hetzelfde om die N-word ding, toch? Ja. Mensen kunnen het nooit echt begrijpen, zeg maar. En... ik ben benieuwd hoe ik dat met mijn zoontje ga doen, zeg maar. We gaan het meemaken. We gaan het meemaken. Ben je tegen hem sowieso bellen? Ja, ga praten met oom Busy. Gevaarlijk uitwisselen. Ja. Tattoo stories. De vijf meest bijzondere... Althans, je hebt heel veel tatoeages. Maar vijf van die tatoeages die we gaan uitlichten. Ja, deze heb ik net als eerste laten zien. Die heb ik in Bali... waar ik zeg maar uiteindelijk wil gaan wonen. Oh, serieus? Met mijn vrouw heb ik die gezet. Heb ik gewoon die foto laten namaken, maar dan helemaal in skeletons till we die, toch? Totdat we allebei gewoon skeletten zijn, gewoon samen. Dus dat is gewoon... En er staat ook de trouwdatum op. Dat is het op je knieën? Nee, daar staat haar naam. Dat is een beetje verbonden, maar dat is eigenlijk één, die twee op mijn knieën. Nee, dit is die op mijn rug, zeg maar. Gewoon letterlijk die foto. Oké, ja, ja. En dat is gewoon till we die. En het liefst ook in Bali, gewoon... Oh, waarom wil je in Bali till you die wonen? Of, ja, ik wil uiteindelijk in Bali wonen... omdat ik vind Bali de beste plek op aarde, man. Ik waarom? Zeg je eerlijk. Ik vind Suriname ook wel echt heel chill. Ja. Eigenlijk vind ik Suriname ook heel chill. Ja. Maar mijn vrouw is echt bang voor beesten en shit. En Suriname is natuurlijk nog wel best wel...
moeilijk qua een huis vinden waar niet beesten lopen en zo. Dus dan is het een beetje... Plus strand heb je niet in Suriname. Ja. Dus ons go-to spot is Bali geworden eigenlijk. En ik ben echt op alle plekken in de wereld geweest. En ik zeg het ook vaak tegen homies die zeggen van... Waar moet ik heen op vakantie? Kijk, het is nu wel wat commercieel aan het worden. En eigenlijk is het ook zonde dat ik het nu hier ook zeg. Want er gaan steeds meer mensen naartoe en het wordt best wel druk. Ja. Maar er zijn nog echt zoveel plekken in Bali... waar zo'n goede evenwicht is. Ja. En de mensen zo in touch met hunzelf. En je hoort daar ook veel minder... eigenlijk overal op de wereld waar ik kwam... kijken ze op tegen Amerika en het Westen, weet je wel. Ja. En Europa. En in Bali merk je gewoon dat heel veel mensen... het daar gewoon de tofste plek vinden. Vet. Het is daar gewoon... weet je, je kan ook bijvoorbeeld niet een huis kopen... als je geen Balinees bent. Weet je, ze willen niet... Vreemde mensen. Ja. Dus ze moet jij kijken hoe je daar aan ons gaat fixen. Ja. Snap je? Er zijn natuurlijk gewoon heel veel mogelijkheden om groot te worden voor hun. Maar dat doen ze niet. Gewoon puur uit realness. Ik vind dat gewoon hard. Ja. Is daar echt een gekke evenwicht. Ja. En die vibe is daar gewoon... Ja, dat heb ik nergens in de wereld. Een beetje Hawaii. Hawaii ben je ook wel geweest, denk ik. Nee, wil ik een keer gaan. Honolulu en dat soort Aruba heeft ook een beetje die soort van Mapletown. Ja, daar wil ik graag gewoon een os opbouwen. Dus dat staat op daar is ook wel een soort van nothing wrong. Ja. Maar in Bali is het dan wel nog wat minder... er is wel wat meer te doen. Oké, okay. Ja, dat was heel klein. Aruba, we gaan nog een stukje eiland erbij bouwen. Ja, snap je? Dus deze staat op je rug. Je hebt een tweede op je knie. Dat is mijn naam van zeg maar, je vrouwtje op je linkerknie. Naam van mijn knie, of een naam van mijn vrouw en van mijn kindje, van mijn zoontje. Ja, ja dat is gewoon... ik vind het ook hard, weet je. Ik draag vaak broeken met zakken met gaten erin. Ik vind het gewoon hard, man. Ik schreeuw het liefst van de daken. Ik ben gewoon echt heel trots. Ja. Zij zijn de belangrijkste voor mij. En daarnaast... en ik heb ook een tatoeage van mijn hond, Tido. Die staat op mijn hart. Oh, oké, die moet ook wel, ja. En dat is voor mij gewoon echt... gewoon belangrijk. Weet je wel? Dat is echt mijn motor. 100%. Ja. Weet je, mijn vader en mijn moeder trots maken. Maar nu je eigenlijk als je vader wordt... dan word je zelf die persoon. Ja. In the world of you, zeg maar. Ja. En dat is gewoon een reminder, man. En het is geen reminder, want ik weet het natuurlijk gewoon. Ja. Maar ik wil het liefst gewoon, je weet, net als 6ix9ine, die wordt overal 6ix9ine. Ja, ook op zijn voorhoofd. Maar dat doe jij niet. Jij, er zit nog niks op je gezicht. Nee, ik heb mijn moeder beloofd dat ik mijn nek en mijn gezicht met rust laat. Okay. Eigenlijk zou ik ook niet op mijn handen mogen. Maar ik heb één keer een uitzondering gemaakt. Dat is een mooi bruggetje trouwens. Ja, deze. Ja, die ja. De ja. En waarom ja op je hand? Mijn eerste nummer 1 hit ooit. Ja. Ik heb nog nooit een nummer 1 hit gehad. Ja. Dat was zo'n gek gevoel. Dit heb ik ook nooit verteld. Want het moment dat ik nummer 1 ging... was het 3 uur in Nederland. Maar dat was zeg maar 12 uur, 12 uur of 1 uur in Bali. En mijn vrouw lag al te slapen. En die kleine lag te slapen. En we waren hadden gewoon gechilled. Maar zei ze van ja, ik ga slapen. Ik blijf niet wakker tot dat moment. Want... ik deed er ook een beetje challas over, toch? We wisten ook eigenlijk wel dat hij op nummer 1 zou binnenkomen, maar toch. Ja. Dat het echt officieel, bam, dat hij op nummer 1 staat. Dat je dat ziet in die chart, dat was sick. Ja. Dus toen ik het binnenkreeg en zag dat hij op 1 ging... Bro, ik werd gewoon echt een beetje emotioneel ook, man. Ik heb niet zitten kraaien of zo, maar ik werd wel echt zo van... What? Dat dit gewoon... Ik was zo dankbaar. Ik was zo echt... fucking dankbaar gewoon voor echt dat die mensen mij gewoon accepteren. Weet je, dat er toch zoveel mensen me accepteren in mijn muziek. En dat is ook grappig eigenlijk naar die soort van half black, half white shit. Dat ik ook met die videoclip, zeg maar, ik hou van Holland. Dat ik daar opkwam, ja, was ik fully black, had ik dat denk ik niet gevoeld zo. Ja. Weet je wel. En nu begreep ik ook gewoon van, oké, dit is best wel black music. Maar hiermee begrijpen ook de Tata's. De Hollanders, zeg maar. Eigenlijk wat ik probeer te zeggen, weet je wel. Dus die hit had je nooit kunnen maken voor je gevoel als je niet... Nou, misschien niet, nee. World... Niet zo. Niet zo op deze manier. Niet zo dat het helemaal klopte. Want die clip heeft ook echt meegeholpen aan die hele buzz, toch? Ja. En hij stond trending 1, de clip. Ja. En de tune stond 1. Ja. Snap je? Dus het versterkte zich. En het was gewoon mijn eerste nummer 1 hit. Ik dacht gewoon van... Hoe dan, weet je? En, ja, want het was heel, heel geheimzinnig eromheen. Niemand mocht hem horen en zien. Ja. Ik had hem... Je had hem gecheckt. Nee, maar het was zo sick. En ik was zo dankbaar. Ook gewoon dat die mensen mij gewoon...
dat die kids die gewoon Yellowclaw helemaal niet kennen... Ja. Gewoon die, zo die shit hem doodsteen. Ja. Hij staat nog in de top 20 of zo. Snap je? Het houdt ook niet op. Maar er is iets aan die tune wat heel toegankelijk is. Wat ik net wilde zeggen is van... Ik weet wel, van iedereen is geheimzinnig. Ik bedoel, van ik weet nog dat zeg maar... bij de muziekafdeling hadden ze zoiets van... Ja, dat is een nieuwe track van Busy. En dat. Niemand mag hem draaien. Ja. Ja, ik ben vervelend dat we terug. Dus ik heb jou, ik zeg, kill. Ik heb hier een track van jou, ik heb hem gehoord. Ik voel dat dit een hit gaat worden. Wat gaan we doen? Ja. Jij stuurt door de app van, kill. Ja, ik kan hem even spinnen. Maar ik kreeg gelijk een reactie van de luisteraars van, joh, wat? Verse. Dus ik merkte, die song heeft iets en had gelijk iets... waardoor het goed oppakte en aansloeg bij mensen. Ja, want het is zo heftig dat nu, zeg maar... Mensen moeten realiseren, in maart heb ik 3 video's gedropt. Ja. En ik heb in februari een album gedropt. En in begin januari, zeg maar, 12 januari, dan zeg maar ja. Ja. En die hoorden bij het album. En nu zeggen mensen wel van, ja, je doet wel echt veel hetzelfde ding. Terwijl als je checkt wat ik in die... Ik heb zeg maar in de afgelopen 3 maanden dus zeg maar 17 tunes uitgebracht. En die zijn echt wel heel anders van elkaar, een hele hoop, zeg maar. Maar... ja, was echt een nieuw geluid op 12 januari. Terwijl nu zitten we in april, begin, en is het commercieel. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat is zeg maar in die timelapse. Ja. Ben ik van iemand met een nieuw geluid gegaan naar... Oh, Busy is alleen maar commerciële shit. Ja. Zo, maar het is een goed teken, betekent dat het lekker gaat. Het is een goed teken. Ja, spannend. Meer spannend. Boekingen. Lego. Weet je, de heders betalen mijn nieuwe huizen gewoon. Ja. Dus ja, je weet toch. Dus nee, maar ik vind dat gewoon altijd zo interessant. Want dat was met Yellowclaw precies hetzelfde. Wij kwamen met totaal iets nieuws wat de radio niet wilde draaien. Letterlijk niet wilde draaien. Ja. Erwin Vogel, plugger van Top Notch en Noah's Ark en et cetera. Die gewoon zei tegen mij van... Ik had hem een krokodil gestuurd. Hij zei, ja, ga ik nergens op de radio krijgen. Uiteindelijk wordt het gewoon een top 10 hit, snap je? Ja. En ging die ham online en shit. En nu is het weer van... Ja, is de eerste plaat van mij die op 538 is gekomen. Ja. En nu dan gelijk korter achteraan, gelijk die Ze Willen Mee, die ook op 538 komt. Ja. En alle grote radiozenders. Ja. Maar daarvoor was het Phoenix en Slam, weet je wel? En dat is in principe, dan ben je nog wel die soort van... niet commerciële guy, als dat de zenders zijn die je zender, toch? Maar als je bij die andere komt, dan ben je gelijk die commerciële guy. Ja, dan ben je die commerciële guy. Terwijl, dat is gewoon een muziek die ik niet... Want ik hoor vaak, weet je wel, als mensen wel eens over mijn muziek discussiëren... dat ze willen zeggen van ja, het is zo heel erg... Het is een strategie, ja, het is een strategie van hoe ik uiteindelijk dingen uitbreng. Maar wat ik uitbreng, maak ik gewoon met mijn hart. Ja. Ik vind die shit oprecht hard. Ja. En er wordt wel eens gezegd, ja, kinderdisco muziek. Ja, ja dat zijn, ik weet niet waar deze niks uitgaan. Maar ik treed, zeg maar... Oké, ik treed ook op feesten op waar mensen van 16 heen komen, zeg maar. Van die 16-plus visas. Maar dat is niet... Dat zijn er een paar in de maand. Ja. Ik treed gewoon op visas waar gewoon volwassen mensen komen. Ja. 21-plus, 18-plus. En, word je daar boos als mensen als ze dingen zeggen? Nee, ik word niet boos. Maar dan denk ik gewoon van... Je doet je huiswerk niet goed. En dat vind ik gewoon irritant. Van get your facts right. Want... Mijn doelgroep, als jij gaat naar een show van mij... dan zie jij gewoon... ik vind dat fucking master, want ik had dat niet verwacht. Want mijn teksten zijn redelijk vrouwenvriendelijk. Maar je ziet gewoon bijna alleen maar vrouwen. Hoe verklaar je dat? Ze vinden het master, I guess. Ja, ja want je hebt wel eens... Soms draai ik op de rij, dus draai ik dan iets... en dan heb je ook soms vrouwen of mensen zeggen van... vind je niet vrouwenvriendelijk? En dan zeg ik van... Ja, maar er zijn heel veel mensen die het gewoon checken. Dus... Ja, en vrouwen gaan ook heel vaak los. Meer vrouwen. Ja. Ik kan mijn sterkste zien. Ja. Het zijn meer vrouwen, bro. Ja. En ik bedoel, dat is ook omdat ik niet op elke tune heel stoer doe. Snap je? Ja. Soms doe ik gewoon geil. Ja. Ja, het is gewoon, ik maak muziek hoe ik me voel. En dat is voor vrouwen vinden ze het schijnbaar toch chill. Ja. En ik bedoel, ja. Ik had ook echt niet verwacht, weet je wel. Batman Ollo, die hadden we gedropt. En iedereen was heel kritisch over dat hij erin zat. Terwijl wij dat eigenlijk als censuur hadden gedaan. Van dat je hier wordt gepusht en geneukt. Had ik eerst gezegd, ik van nu zeg ik 2 keer in het refrein neuken, toch? Ja. Dus dat ik hier wordt gepusht tegen Of gecensureerd, en dat werd het eigenlijk. Ja, dat was een soort van censuur, ja. En... weet je wel, daar vielen heel veel mensen over. En nu is het gewoon in de clubs een gekke hit. Ja. Een gekke hit. Ja. En alle DJ's draaien die pokoes van mij. Ja.
alle DJ's draaien ze. En dat zijn geen kinderdisco's. Dat zijn eigenlijk geen fucking kinderdisco's. Je vierde... Daar wordt gewoon gepusht en geneukt. Ja. Ja, brother. Je vierde tattoo op je buik. Fuck bitches get money. Ja, dat was voor mij wel ook doordat ik gewoon mijn wifey serieus werd. Toen dacht ik gewoon van... Ik merkte ook gewoon dat ik rustig in mijn hoofd werd, snap je? Dat ik niet meer de hele tijd mijn telefoon hoefde te verstoppen. En dat ik niet... toch, ik was gewoon gekke fuckboy gewoon. Ik was gek op die... Dat het systeem gewoon telefoon gaat, je verstopte. Ja, brada, in mijn schoen of weet ik veel waar. Ik had soms twee telefoons. Ik was van die gekke systeem. En toen kwam ik in die andere model van... Fuck die bitches get money. Ja. Weet je, ik heb gewoon een wifey. Dit is gewoon Challa. Zij is niet jaloers of aan mijn hoofd aan het zeuren en shit. Ik kan gewoon mijn shit doen. Ja. En dat was in de begintijd van Yellow Claw. En ook met die mindstate zaten wij daar gewoon allemaal in. Weet je wel. En dan krijg je het ook voor elkaar als je gewoon focused bent. Want al die niggas die wel gewoon de hele met bitch bezig zijn... staan al 2-0 achter, snap je? Ja. Maar dat is een geheime formule van busy. Als je dus op een gegeven moment minder bemoeid met vrouwen... en meer gefocust bent op... Als je niet op die fuckboy shit bent... Ja, dan krijg je gewoon een miljoen keer meer voor elkaar. Ja, ja man. Dat is een wijze tip. Dat is echt. Maar ja, ik bedoel, we all, all need to get our head straight. Ja, het is gewoon... Ik denk gewoon dat van artiesten, je bent gewoon gevoelsmens. Ja. En je gaat ook... Je motor is ook money... Maar money betekent bitches. Toch? Ja. Waggies betekent bitches. Ja. Gekke osso betekent bitches. Ja. Dus eindstand, ik bedoel, het is gewoon nog steeds het oergedrag, toch? Dat je gewoon eindstand gewoon zoveel mogelijk... Je bent gewoon die alpha boy, die alpha dog... die gewoon de meeste bitches wil hebben. Maar op een gegeven moment ga je dat loskoppelen en zien van... Ja, en dan zie je gewoon van... Nee, maar nu heb ik die alpha wifey ook, toch? Ja. Nu heb je gewoon die rust gevonden... Dus ja, now get my ex straight. En dan is het ook gewoon heel duidelijk ineens hoeveel meer tijd je hebt. Ja. En hoe meer relaxed je bent, ook als je die. En dan kun je gewoon alle money gewoon thuis zetten. En zeggen, jongens, we gaan hiermee stacken en gewoon de empire Snap bouwen. Je? Je gaat niet meer domme shit doen of gekke dure hotels ineens half over kop. Je gaat gewoon serieus gewoon op je grind. Wat is de gekste aankoop die je ooit in leven hebt gedaan? Dat je nu denkt, kill, dat ik dat deed? Ja, gekste aankoop. Ik moet even iets nadenken. Ik heb wel echt domme shit gekocht. Gewoon je top 3 domme shit. Ja, top 3 domme shit. Ja, vooral gewoon het niet eens tastbare dingen. Ik heb gewoon heel vaak gewoon gedacht van... Ja, nu wil ik business vliegen. En dan had ik toch gebleken dat ik geen business ticket had... omdat het dat men niet kon. En dat ik gewoon die upgrade kostte gewoon dan daar te plekken... een paar doezoe, echt 6.000, 7.000 euro, zeg maar. Voor een upgrade? Ja. Gewoon van ver weg ook, toch? Van China naar huis of zo. En dat ik gewoon dacht, fuck it. Ik moet gewoon liggen, toch? Ik moet gewoon chillen. Ja, dan kocht ik gewoon die upgrade. Fuck it. En ook gewoon... ik heb ook gewoon bijvoorbeeld... die paid in full waggie, toch? Die Saab 900 cabrio. Ja. Wifi ging een rijbewijs halen. Ik had die waggy al gehad, maar ik dacht al van, oké. Okay. Maar ja, je kan die auto's, het zijn oude auto's. Dus je kan die auto's niet helemaal challas krijgen zoals je ze wil. Dus ja, daar heb ik ook gewoon op een auto van 2.000 of 3.000 euro... gewoon, ik heb een auto van 15.000 euro van gemaakt, zeg maar. Je hebt gewoon door die auto. Helemaal goed te maken, gewoon bullshit. Ja. Gewoon dan dacht ik toch van, oh ja, die honingraatvelgen... helemaal op maat laten maken. Bleek toch dat dat gewoon niet op de weg mocht... volgens de keuringdienst, zeg maar. Dus heb ik velgen voor niks gekocht. Oh ja, nou, dan moeten maar die originele velgen... maar dan wel met een zwart hart van de lakkleur... die ik ook, ik had die hele waggie opnieuw laten spuiten. Dus dan weer die velgen erbij. Bekleding werd toch wel Oru... Nieuwe bekleding. Die waggie heb je nog, gewoon bewaard. Nee. Had je uiteindelijk weggedaan? Nee, want toen ze zwanger werd, heb ik een X5 voor gekocht. Omdat, ja, het is niet een 7 auto, toch? Je wilt gewoon, als je vrouw zwanger is met een dikke buik over de weg moet... Ja. Moet ze gewoon in een fucking tank rijden. Gewoon. Ja. Niks mag gebeuren. Sowieso. En die Saab was wel... Dat was niet echt. Ja, was een cabrio. Ja. Hoe ga je ook een kinderzitje achter in een cabrio zetten? Gaan we niet worden. Nee. Je vijfde tattoo, die is wat groter, die is op de chest... Ja, man. Toen mijn oom Freddy overleed... dat was eigenlijk mijn eerste oom. Zeg maar, mijn moeder komt uit een gezin van 14 broers en zussen. Sommigen wonen nog in Suriname. Sommigen wonen in Nederland, zeg maar. En Freddy was wel echt de oom in Nederland... die ook mij het meest over Suriname vertelde. En dat heel belangrijk vond, zeg maar. En ook wel een van de closere... broers van mijn zussen, zeg, of van mijn moeder, zeg maar. Ja.
Dus hij was best wel een rol voor mij, zeg maar. Terwijl ik hem niet per se heel vaak zag. Op het vroeger wel, als kind ging je veel naar verjaardagen mee. Maar ja, je bent ook druk, dus ik zag hem niet per se heel vaak meer. Ja. Maar toch, toen hij ziek werd, deed het mij wel wat, weet je wel. En het is ook elke keer als ik in Suriname kom. Hij heeft meegebouwd aan een kathedraal die daar staat. Die houten kathedraal in Suriname, Paramaribo. Ik weet niet of je het kent. Nee. Oh, nooit geweest. Ja. Oké, nou ja, in ieder geval, elke keer als ik daar ook voorbij kom, moet ik aan hem denken. Maar voor mij was hij had kanker gekregen. Volgens mij had hij bloedkanker. En wij waren bij hem nog voor de laatste keer om afscheid te nemen eigenlijk. En hij was zo chill. Hij zei ook gewoon van... hij leerde mij toen het woord baksis. Want ik wist niet wat dat woord betekende. Maar dat betekent eigenlijk extra. Ja. En hij zei van, alles wat ik nu nog meemaak is toch extra. Ik heb mijn kleinkinderen gezien. Het gaat goed met mijn zoon. Het gaat goed met mijn dochter. Het gaat goed met hun kinderen. Ze hebben goede partners. Weet je wel, mijn vrouw, ik heb het goed. Ik laat het goed achter. Ja. En toen zei hij van, alles is nog extra, weet je wel. Hij was heel erg van... weet je wel, treur eigenlijk niet om mij. Ik ben cool, weet je wel. Het is echt wel heel jammer. Maar ik vond dat zo... Het maakte op mij zo'n indruk dat ik dacht van... Je hebt in Mexico heb je die Dias Los Muertos, die Candy Skulls. Dat is ook om eigenlijk de doden te herdenken. En ze versieren die schedelen in de zin van iets moois, toch? Ja. Dacht ik ook van, ik moet er gewoon onthouden dat hij zo positief daarin stond, weet je wel. Ja. Dus ik heb daar zeg maar vida, muerte, dus leven, dood, siempre, altijd. Ja. En ja, dat is het eigenlijk ook, toch? Ik bedoel, ik geloof niet, ik ben niet heel godsdienstelijk eigenlijk, maar ik geloof wel dat er wel een hiernamaals is of dat er iets met je gebeurt, zeg maar. Ik geloof wel in een altijd of zo. En los daarvan is zijn altijd ook voor mij een les geworden, toch? Eigenlijk op zijn sterfbed, los van het feit dat wij in Suriname waren en gewoon chillden en hij mij heel veel vertelde over de geschiedenis van Suriname, was het ook zo dat hij mij eigenlijk nog op zijn sterfbed liet zien van, als jij het goed doet, dan kan je straks zelfs gaan op een chille manier. Ja. Dan stel je krijgt bloedkanker, dan nog kan je op je sterfbed liggen en denken van, I did good, toch? Ja, ja. Ik ben zelfs met dit, het is gewoon een goede vakantie geweest. Ja. En je kan gewoon, je hoeft niet helemaal te treuren dat je naar huis gaat, want het is echt allemaal gewoon cool. Ja. Weet je wel, je hebt alles gedaan. Dus dat is ook gewoon wat ik eruit heb geleerd. En wat ik denk van, ja, nu weet ik dat nog heel vers. Maar dat is wel een van de tattoos dat ik denk van... goed dat ik dat over 10 jaar of over 20 jaar nog steeds weet, weet je wel. Ja. Stel, er gebeurt iets met je of wat dan ook. Dan wil ik gewoon dat op dat punt dat ik kan terugkijken... en dat ik weet van, ik ben echt chill, gewoon. Mooie dingen. Ja. Real talk met busy. Ja, toch. Keep it hard, keep it bang, bro. Ga lekker. En we gaan sowieso weer een tweede sessie inlassen, man. Ik vind hem te kort, man. Ik vind hem ook te kort. Ik vind eigenlijk dat er nog echt te veel niet is gezegd. We moeten nog de volgende keer gewoon weer doorgaan, broer. Dat is mooi en real talk. It's so real, we keep going. Ja, man. Maar het is wel dope. Dus je tattoos, je stories. En ga gewoon lekker door, man. Thanks, bro. Rof. Rando Leaks Podcast. Real talk.